De troostfinale, ja, die wedstrijd moet nou eenmaal gespeeld worden. Om de derde en vierde plaats. Guadalajara tegen het Noorse Rosenborg. En het is Rosenborg dat vlak voor rust op voorsprong komt. Doelpuntenmaker is Kjell Selling. 1-0 dus voor de Nooren. Het leek er een beetje op alsof de Mexicanen leeg gespeeld waren en alles hadden gegeven in de halve finale tegen AZ. Nog wel een grote kans vlak voor rust. De kopbal van Ledesma. Maar helaas geen treffer voor de zeer goed spelende Mexicanen dit toernooi. Het wordt uiteindelijk 2-0, want dit is een overtreding van Ramirez op Selin. En dan komt er een penalty en dan malt Paul Helland. Die meldt zich daarvoor. Hij scoort, het is zijn vijfde doelpunt. En daarmee is hij ook topscorer van dit toernooi. Rosenborg derde, Guadalajara.